Geachte aanwezigen, hartelijk dank dat u allen hier in Hilsum bijeen bent gekomen om de plechtigheid bij het erbonumment bij te wonen. Mijn naam is Hein Heinekamp. Ik sta hier als vertegenwoordiger van de vereniging Oranjedag Hilsum. Jaarlijks wordt op de 17 september bij het oudste monument in de gemeente Renkum, de Slag om Arnhem, Market Garden, herdacht. Het monument is, zoals velen van u zullen weten, opgericht door mensen uit Hilsum en met achtergebleven oorlogsmateriaal opgebouwd. Dear attendees, thank you all for your presence here today at this ceremony in front of the Airborne Monument in Hilsum. My name is Hein Heinekamp. I'm here as a representative for the Vereniging Oranjedag Hilsum. Every year on September 17, we gather here to memorialize the Battle of Arnhem Market Garden. This monument, as many of you may know, is the first World War II monument erected here in Hilsum by the people of Hilsum for materials left over from Operation Market Garden. Graag zou ik dan nu even het programma met u willen doornemen. Er zullen door mij diverse sprekers uitgenodigd worden om naar voren te komen. Na de toespraken zullen er kransen en bloemen gelegd worden bij het monument. Ik zal hiervoor de vertegenwoordigers uitnodigen. Nadat de kransen en bloemen gelegd zijn, zal de Hilsums Harmonie de Last Post laten klinken. De Last Post zal gevolgd worden door 1 minuut stilte. Het spelen van de volksliederen zal aansluitend gebeuren. Normaliter zullen wij nu de vlaggen hijsen, maar zoals eerder gezegd doen we dat dit jaar niet. Na de herdenking mag ik u namens de vereniging Oranjedag Hilsum graag uitnodigen om nog gezamenlijk een kopje koffie of thee te drinken. Now I would like to inform you about the program. First, I'll invite several speakers on the podium. After the speeches, wreaths and flowers will be laid in front of the memorial. After the wreaths and flowers have been laid, the Hilsum's Harmony will play the last post, followed by 1 minute of silence. This then will be followed by the national anthems. As stated before, we will not be hosting the flags. After the commemoration, I'd like to invite you all, on behalf of the Vereniging Oranjedag Hilsum, to stay here and have a cup of coffee or tea. Graag zou ik dan nu de lokale burgemeester van de gemeente Renkum, mevrouw Mulder, uitnodigen om naar voren te komen. I would like to invite the deputy mayor of Renkum Municipality, Mrs. Mulder, to please come forward. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de 78ste herdenking van de luchtlandingen. Bij dit bijzondere monument. We herdenken vandaag dat Engelse en Poolse troepen naar Nederland kwamen om ons te bevrijden van de Duitse bezetter. U bent hier vandaag naartoe gekomen om dat samen te herdenken. Van jong tot oud, sommigen van ver weg en anderen van dichtbij. Fijn dat u er allemaal bent. Traditiegetrouw is de organisatie van deze herdenking in handen van de vereniging Oranjedag Hilsum. Wat is het fijn dat de vereniging weer een nieuw bestuur heeft en daarmee zorg draagt voor continuïteit van deze herdenking. Dank u wel daarvoor. Omdat 1944 steeds verder van ons af gaat staan en er nog weinig mensen zijn die hier uit eigen ervaring over kunnen vertellen, is het koesteren, vastleggen en doorvertellen van hun verhalen enorm belangrijk. Ik wil op deze plek een van die verhalen uitlichten en met u delen. Dat is het verhaal van sergeant Laurie Whedon. Ten tijde van de Slag om Arnhem was hij, toen 22 jaar oud, sergeant en piloot van een zweefvliegtuig. Van 2013 tot en met september 2018 was Laurie Whedon de Britse leider van de pelgrimage tijdens de jaarlijkse Airborne herdenkingen. Alle jaren was hij als leider van de pelgrimage bij deze herdenkingsplechtigheid bij het 6-ponder kanon aanwezig. Waarom wilde hij dat zo graag? Ik zal u over hem vertellen. Op zondag 17 september 1944
vloog Steph Sargent, Laurie Whedon, in een Horsa zweefvliegtuig vanaf het Britse vliegveld Blakewell Hill Farm richting Arnhem. Hij landde op de landingsterreinen bij Wolfhezen. Zijn taak als piloot zat er toen op. Whedon maakte deel uit van het F-squadron en was aangewezen om als runner op te treden voor het hoofdkwartier van de No. 2 Wing van het Glider Pilot Regiment. Een runner, moet u weten, was een militair die verantwoordelijk was voor het vervoeren van berichten tussen eenheden tijdens de oorlog. Runners waren erg belangrijk voor militaire communicatie, zeker als er geen andere veilige verbinding mogelijk was. Laurie, die in 2020 op 98-jarige leeftijd overleed, liet over zijn ervaringen het volgende vastleggen. Hoewel er geen vijandelijke activiteiten in onze directe omgeving leek te zijn, waren er geruchten dat er aanzienlijke tegenstand was ondervonden tussen Wolfhezen en de brug in Arnhem. Onze genietroepen hadden enkele Duitse veldkanonnen vernietigd, die in Wolfhezen waren achtergelaten. Ik werd naar het hoofdkwartier van de 1e luchtlandingsbrigade gestuurd om te vertellen dat de kanonnen inderdaad waren vernietigd. Laurie vertelde verder: het hoofdkwartier van de brigade bevond zich ergens in de omgeving van Heelsum of Renkum. Onderweg zag ik een opvouwbaar fietsje liggen. Zonder te twijfelen pakte ik de fiets en reed over de doorwetse heide naar de buitenwijken van Heelsum. Maar daar was helemaal niemand meer te zien. Op ongeveer een kilometer afstand zag ik op de lange Utrechtse weg richting Renkum Duitse troepen. Een Duits motorvoertuig naderde en ik verstopte me snel in een heg tot het voertuig voorbij was. De plek waar Laurie de Duitsers op hem af zag komen, was hier, in de oude S-bocht in Heelsum. Aangezien hij op dat moment alleen maar een pistool als persoonlijk wapen bij zich had, wist hij niet hoe snel hij terug moest fietsen naar Wolfhezen. Volgens eigen zeggen had Laurie met zijn snelheid gemakkelijk de Tour de France kunnen winnen. Maar het gevaar was nog niet geweken. Laurie vertelde daarover het volgende. Toen ik ongeveer halverwege terug over de Doorwetse heide fietste, zag ik enkele jachtvliegtuigen. Ten onrechte dacht ik dat ze van onze Royal Air Force waren, maar ze begonnen met hun mitrailleurs het gebied te beschieten. Omdat ik de indruk had dat een van hen op mij gericht was, liet ik mijn fiets vallen en stortte ik mezelf in een diepe greppel langs de kant van het fietspad. Het moet er ongetwijfeld, zei hij, heel komisch uitgezien hebben toen ik daar opgevouwen in die greppel lag. Maar het bood wel een geweldige bescherming. Toen ik terugkeerde in Wolfhezen, werd mij medegedeeld dat het hoofdkwartier van de brigade in de kabeljauw was. Daar heb ik uiteindelijk mijn boodschap afgeleverd. Vervolgens heeft Laurie Whedon alle 9 dagen deelgenomen aan de hevige gevechten in Oosterbeek en is uiteindelijk over de Rijn teruggekeerd naar geallieerd gebied. Laurie zag zichzelf zeker niet als een held. Hij zei: we boden ons vrijwillig aan voor iets waarvan we wisten dat het gevaarlijk kon zijn. En ja, tijdens de slag om Arnhem werden we daarin zeker niet teleurgesteld. Ik wilde gewoon iets nuttigs doen. Aan allen die, zoals ze zelf zeggen, nuttig wilden zijn, zijn wij vandaag de dag enorm veel dank verschuldigd. We zullen hen blijven herinneren. We will remember them. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Mulder, voor deze mooie bijdrage. Dan zou ik nu graag mevrouw Van Leeuwen, directrice van de Erwerner School, uitnodigen. Goedenavond. 17 september. Traditiegetrouw zijn we bij elkaar om te herdenken wat er nu 78 jaar geleden gebeurde in deze omgeving. Het is een mooie samenwerking van kerk, Oranje Vereniging en de Airborne School. Samen herdenken we de helden die 78 jaar geleden in deze omgeving hebben gestreden en zijn gestorven voor onze vrijheid. Voor de vrijheid die wij nu nog steeds ervaren. Daar zijn we dankbaar voor. Samen leren we onze kinderen over wat er gebeurd is, over operatie Market Garden. Het stilstaan bij het verleden getuigt niet alleen van respect voor alle betrokkenen, maar door te blijven herdenken en de herinnering levend te houden, blijven we ons bewust van de vrijheid waarin we leven. Het mag met het verstrijken van de jaren nooit zo worden dat de verkregen vrijheid als vanzelfsprekend zal worden beschouwd. Daarom staan wij hier met onze kinderen, zodat zij een stukje kunnen proeven van wat de gevolgen zijn van haat en oorlog, en zodat zij dit vasthouden en later hun kinderen over kunnen vertellen. Herdenken helpt ons ook te leren van het verleden en om te gaan met het heden en de toekomst. Vrijheid is immers geen gegeven. Er is nog steeds oorlog op verschillende plekken in de wereld. Ver weg en dichter bij huis zijn er mensen, kinderen, die niet in vrijheid mogen leven. En dat is voelbaar voor ons en voor onze kinderen. Door het nieuws, social media. En dat je nu maar zo een klasgenoot kan hebben die daadwerkelijk oorlog heeft meegemaakt. Het is onze taak als school, onze pedagogische taak, kinderen te leren om te gaan met vrijheid. De vrijheid om jezelf te mogen zijn, je eigen keuzes te mogen maken, je dromen te mogen najagen en je talenten te mogen ontwikkelen. En ook hen te leren te respecteren wat anders is en hen nieuwsgierig te houden naar het onbekende. Ze te leren van een ander, oog en oor te hebben voor elkaar, zodat zij opgroeien in een vreedzame samenleving waar respect, gelijkwaardigheid en vrijheid de boventoon voeren. Dan zou ik nu graag Ellen, Esther, Niek en Sian van de Erwerner School naar voren uitnodigen. Zij zullen zelfgeschreven gedichten voordragen. I would like to invite Ellen, Esther, Niek en Sian, students van de Erwerner School. They will recite poems they have written themselves. Voor jou, om mij. Ik voel vrede en vrijheid om mij heen. Ik hoor vogels fluiten om mij heen. Jij voelt de oorlog om je heen. Jij hoort de bommen om je heen. Mijn hart klopt. Thank you. Zijn koeien. Vrede. Vijanden verslagen door jullie. Rennend een vliegtuig in. En weg van families, vrienden, thuis. De laatste soldaat geeft zich over. Eindelijk weer vrede. Vrijheid van risico. Van die oorlog vooraf klaar. Risico en toch spring, spring, spring. Gevaar en voor een... Dankbaar herdenken we dappere daden Engelse, Polen, Canadezen en Amerikanen. Samen herinneren, nooit vergeten. Oorlog is niet goed. Vrede is zoals het moet. Alleen samen zijn wij sterk. Geef elkaar nooit, nooit, nooit op. Dankbaar denken wij aan jullie dappere daden. Thank you, defending us. Thank you for listening.
Dank je, dat was echt heel mooi. Heel goed gedaan. Dan zullen we nu overgaan tot het leggen van de kransen. We will now proceed with the wreath laying ceremony. Dan nodig ik nu graag kolonel Liam Craden naar voren te komen. Hij vertegenwoordigt alle veteranen die hebben deelgenomen aan de slag om Arnhem. Deze poppykrans is ter nagedachtenis aan de militairen die bij Operation Market Garden hun leven hebben gelaten. The first wreath will be laid by Colonel Liam Craden. He represents all veterans which took part in the Battle of Arnhem. His wreath is to commemorate all the military who lost their lives during Operation Market Garden. Dan zou ik nu graag lokale burgemeester mevrouw Mulder uitnodigen om namens de gemeente Renkum een krans te komen leggen. May I invite Deputy Mayor Mrs. Mulder to lay a wreath on behalf of the Renkum Municipality. Dan zou ik nu graag de heer Van Beek en mevrouw Perez verzoeken om hun krans te komen leggen. Zij zullen de krans leggen namens de kerken van Hilsum Renkum. I'd like to invite Mr. Van Beek and Mrs. Perez to come forward. They will lay a wreath on behalf of the churches of Renkum and Hilsum. Meneer en mevrouw Volmer, mag ik u uitnodigen om namens de vereniging Oranjedag Hilsum een krans te komen leggen? Zij vertegenwoordigen de vereniging Oranjedag Hilsum. Omdat zij jarenlang voorzitter van de vereniging zijn geweest en daarnaast nauw betrokken zijn bij vele gebeurtenissen in Hilsum. Mr. en Mrs. Volmer, may I invite you to lay a wreath on behalf of de vereniging Oranjedag Hilsum. They will represent de vereniging Oranjedag Hilsum. Because of their many years of loyal service as president of the association and their close connection to many events in Hilsum.
Namens het dorpsplatform Renkum Hilsum nodig ik de heer Van den Ham en de heer Van Velu uit om naar voren te komen. On behalf of the village platform Renkum Hilsum, I would like to invite Mr. Van den Ham and Mr. Van Velu to come forward. Graag nodig ik nu de vertegenwoordiger, de heer De Roos, uit om een krans te leggen namens de verkeersregelaars. Als laatste zal de heer De Kruijf namens de Bond van Wapenbroers een krans leggen. De bond vertegenwoordigt vele militairen, zowel actief als oud gediend. And finally, I would like to invite Mr. De Kruijf to lay a wreath on behalf of the Brothers in Arms Association. The union represents many soldiers, active as well as veterans. Nu wil ik graag de leerlingen van de Erbener School uitnodigen om bloemen bij het monument neer te leggen. Will the students of the Erbener School please come forward and lay their flowers? Mag ik de Hilsums Harmonie verzoeken de Last Post te spelen, waarna er 1 minuut stilte gehouden zal worden. May I request the Hilsums Harmony to play the Last Post, after which we will have 1 minute of silence. Thank you.
Deze plechtigheid ten einde gekomen. Mensen die nog bloemen willen leggen bij het monument, kunnen dat nu doen. Na het leggen van de bloemen wil ik u namens de vereniging Oranjedag Hilsum graag uitnodigen om onder het genot van een drankje nog na te praten.